Nou ben ik aan de beurt. Geachte heer Pertold, beste Alexander. Vlak na het overlijden van je vriend, schrijver en kunstenaar Jan Wolkers, vertelde je in een tv-programma dat je als huwelijkscadeau een schilderij van hem mocht uitzoeken. Het werd een schilderij met een voor de woeste schrijver opvallend rustige stijl met puntjes en streepjes en lichte pasteltinten. Maar jij, zo vertelde je, zag er een enorme passie in. De robuuste passie die je in Wolkers bewonderde. Sneeuwstorm noemden jullie thuis het schilderij. En zo heb ik je als politicus leren kennen. Als een gecontroleerde sneeuwstorm. Uiterlijk altijd rustig en beheerst. Je spreekt beschaafd. Bouwt goed getimede pauzes in. En waar ik jaloers op ben, je legt klemtonen precies waar je ze nodig vindt. Je ziet er altijd onberispelijk uit. Nou ja, inderdaad, bij de formatie was het niet zo, nee. En je hecht in alle opzichten aan de fatsoensnormen en procedures in de Kamer. Maar je hebt ook die robuuste kant, die passie. Over die passie wil ik het bij je afscheid hebben. Omdat het een leidraad vormt bij het behalen van je grote politieke successen en belangrijke maatschappelijke verdiensten. Je passie voor je partij, je passie voor de Tweede Kamer en je passie voor de democratie. En ik begin bij de partij. Een kwikstaartje. Dat was de typering die Hans van Mierlo gaf aan de hoge pieken en de duikvluchten die D66 traditioneel maakte vanaf de komst van die partij in de politiek. In 2006, het jaar dat jij verkozen werd tot partijleider, was er sprake van zo'n dal. De peilingen stonden toen dramatisch laag, virtueel op nul. Het werden er toch nog 3 onder jouw lijsttrekkerschap. En sindsdien was het afgelopen met die duikvluchten. De vogel bleef omhoog vliegen. Dat mag echt op het konto van jouw leiderschap worden geschreven. Om te beginnen wist je het al te dwingende profiel van de partij te verbreden. Je legde de kroonjuwelen wat verder naar achteren in de etalage en zorgde met onderwijs, hervorming en diversiteit voor nieuwe speerpunten. Jouw kritische noten over politieke spelletjes heb jij vooral zelf ter harte genomen. Het politiek wat naïeve imago van D66 in de jaren tot 2006 is onder jouw leiding afgeschud. Ook al zat D66 onder jou in de oppositie, je wist op de een of andere manier altijd de indruk te wekken dat je meeregeerde. En ik moest vaak aan groepen bezoekers uitleggen dat je echt geen minister was. Menig akkoord met een zittend kabinet werd op jouw kamer gesloten en gepresenteerd. Constructieve oppositie heette dat. Niet de enige term die door jou, het moderne staatsrecht, is binnengedrongen. Je bouwde D66 uit tot een stabiele middenpartij die niet zo makkelijk van zijn sokkel is te blazen. Daarmee heb je iets wezenlijks toegevoegd aan het leiderschap van je illustere voorgangers. Hans van Mierlo, Jan Terlouw en Els Borst. En plaats je jezelf in die traditie. Dan is er je passie natuurlijk voor de Tweede Kamer. Voor alles was jij de afgelopen 12 jaar vooral een ras parlementariër en een groot meester van het parlementaire debat. En dan vooral een gepassioneerd aanvaller met een grote liefde voor de interruptiemicrofoon. In een interview met Vrij Nederland vergeleek je het politieke debat met de kunst van het houthakken. Bij het hakken, en ik citeer, heeft 1 goed gemikte klap meer effect dan een serie ongerichte slagen. Net als in de Kamer, met een bozige monoloog bereik je minder dan met 1 rake interruptie. Scherp en gevat, dat is jouw debatstijl. Fel, maar fatsoenlijk. Je neemt elke tegenstander serieus, hoezeer je het ook met hem of haar oneens bent. Jouw aanvallen betroffen niet alleen het kabinetsbeleid, maar ook het ontbreken van kabinetsplannen.
Ook andere oppositiepartijen nam jij graag de maat om de verschillen met jouw D66 scherp te markeren. Vaak deed je er nog een schepje bovenop als je vond dat de positie van het parlement zelf in het geding was. Of dat nou was omdat ministers de Tweede Kamer informatie onthielden of anderszins niet serieus genoeg namen. Of omdat collega-fractievoorzitters volgens jou met te veel dédain over de gekozen volksvertegenwoordigers spraken. Een teken van democratisch respect. Ik denk dat de heer Wilders zijn bumperklever nog gaat missen. Je hield van de Kamer en wilde het instituut aansprekend maken voor de mensen in het land. Je passie voor de Kamer zag je niet alleen in de plenaire zaal, maar ook in het commissiewerk. Bijvoorbeeld als voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties. Je energie straalde af op andere commissieleden of op iedereen die maar zijdelings met de commissie te maken had. Een voorbeeld. Vrij recent was er een videoconferentie na het IPCO, het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Je zat in de Tilaanskamer klaar om namens de commissie verslag te maken. Het duurde even, maar op een bepaald moment waren alle drie de staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten goed in beeld. Je begon enthousiast te vertellen. Iedereen luisterde aandachtig en hing aan jouw lippen. Maar toen je ook aan de staten van Sint Maarten vroeg of er nog vragen waren, bleek daar geen parlementariër te zitten, maar de technicus die de verbinding had opgezet. Die had ademloos naar jou zitten luisteren. Ook de kunstcommissie mag niet onbesproken blijven als het gaat om jouw liefde voor de Kamer. Het was van korte duur, maar de resultaten zijn blijvend. Het beeld van Suze Groeneweg dat vorige week is onthuld. En natuurlijk de vlag. Het land was te klein toen we die introduceerden, maar sinds de kunstcommissie zich daarmee heeft bemoeid, is iedere discussie verstomd. Overigens was jouw voorliefde voor kunst ook over de landsgrenzen heen bekend. De aankoop van de Rembrandts heb je net in je brief genoemd. Maar dat niet alleen. Vanuit de Commissie Europese Zaken was je delegatieleider van een werkenbezoek aan een grensplaatsje in Macedonië. Aan het einde van het gesprek met de burgemeester in het gemeentehuis, een joviale man, trok hij een olieverfschilderij van de muur en overhandigde het aan jou als dank voor de komst en bedoeld om op te hangen in de Tweede Kamer. Je sprak met warme woorden over de compositie en de kleurstelling, maar liet je heel diplomatiek niet uit over de kwaliteit van het kunstwerk. Het schilderij heeft de Tweede Kamer nooit bereikt. Ik begreep, eenmaal buiten heb je het schilderij aan de ambassade geschonken. Ja. Maar waar ik het meest van genoten heb in de afgelopen jaren, is natuurlijk van jouw passie voor de democratie. Je hebt dit huis van de democratie altijd verdedigd, met rechte rug en opgeheven hoofd. En waar mogelijk zocht je naar vernieuwing, naar verbetering. Bijvoorbeeld door de Kamer een grotere rol te geven bij de kabinetsformatie. Ik heb mij tijdens de formatie zeer gesteund gevoeld door jou. Je had er een grensloos vertrouwen in dat de Kamer de regeerrol kon vervullen en waarmaken. Je weet als geen ander dat een parlementaire democratie bestaat bij de gratie van het compromis. Er is onder jouw fractievoorzitterschap veel bereikt. Dat was je nooit gelukt zonder je vermogen om samen te werken en akkoorden te smeden, zowel vanuit de oppositie als vanuit de coalitie. De politicus in je vond dat het moest, de veilingmeester in je wist hoe het moest. Je hebt de afgelopen jaren meermaals het voortouw genomen in grote overeenkomsten met als hoogtepunt het Lenteakkoord, waardoor belangrijke veranderingen konden worden doorgevoerd, ondanks het vallen van het toenmalige kabinet, zoals het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek en de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat heeft de positie van de Kamer versterkt. Heel belangrijk in onze duale democratie. Beste Alexander,
Je ouders hebben je van huis uit geleerd om niet schuw te zijn. Daarmee wilden ze je niet alleen helpen je jeugdige verlegenheid te overwinnen. Het was ook een manier om te zeggen, blijf niet aan de zijlijn staan. Durf je mond open te doen en verantwoordelijkheid te nemen. Dat heb je de afgelopen jaren gedaan door de partij te hervormen, je aansprekende vakmanschap in te zetten om veranderingen door te voeren en door constructieve oppositie te voeren in alle opzichten. Tot het einde aan toe, gedreven door je passie. Een gecontroleerde sneeuwstorm. We gaan je missen. Dat geldt denk ik niet alleen voor alle kamerbewoners, maar ook voor alle D66-medewerkers die jouw stemming al konden peilen als ze jou door de gang hoorden lopen, op de tweede verdieping van justitie, op weg naar je werkkamer, op de hoek en wat ruist er door het struikgewas zon. Dan wisten ze dat je in een goede bui was en ik hoop dat je dat ook vasthoudt. Beste Alexander, namens de hele Kamer, heel veel dank voor alles en een welgemeend adieu. APPLAUS